Wof. Frank is even blij. Een lekker actueel gevalletje toch? En het was. Ga je toch aan doen aan tenminste persona? Maar hij klonk toch wel lekker. Ja, zeg het maar, waar wil je het over hebben? Willem II, wil je het over hebben? Nou, daar wil ik daar helemaal niet over hebben. Oh, wat gaat dat slecht, hè? Wat gaat dat slecht? Hadden we toch op voorhand gedacht, die gaan best wel een goed seizoen draaien. Ja. Hè? Op papier, goede selectie, trainer gebleven, dit, dat, alles voor elkaar. Ja. Die verliezen gewoon iedere wedstrijd, Frank. Er is één speler weggegaan en dat was een Damiel Dankerlui, rechtsback. Ja, ja. En sinds hij vertrokken, die is naar Groningen gegaan. Onbegrijpelijk, want dat vond ik niet echt een stap vooruit. Nou, dat blijkt. Maar bij Groningen gaat het hartstikke goed. Maar op een of andere manier daardoor is er iets gebeurd. Ze hebben trouwens gigantische ruzie, schijnt. Allemaal in de ploeg, met de technische ploeg, staf enzovoort. Echt waar, joh? Ja, er zijn gesprekken gegaan. Maar er is echt crisis bij Willem II. Dit is wel weer de onverklaarbaarheid van voetbal. Dat je een goede selectie hebt en dat er ineens gewoon geen... Maar weet je, het is echt... Het is, zo in en in triest om naar te kijken. Ook, het is gewoon, je kijkt gewoon naar een ongeluk. Ik ben te veel supporter om niet te kijken. Maar ik keek gisteren echt... Ik ben er helemaal chagrijnig van. En ik moet nu nog twee keer tegen AZ en tegen AZ Ajax. AZ uit en Ajax. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar dan hebben ze er straks 6 op rij verloren. Wat ook heel slecht gaat, is het handbal. Ja, handbal gelukkig. Ik heb toch het idee dat zij Estefana Polman dusdanig missen. Hè? Ook als spelverdeelster, maar ook als type in zo'n selectie. Ja, ik heb het gevoel dat de Nederlandse handbaldames slecht presteren zonder publiek. Ja, dat kan. Ik heb toch het gevoel dat het een ploeg is die op een of andere manier nodig heeft... omdat dat de mensen op de tribune zitten. Ja. Dat daar zo'n hysterie in zo'n hal ontstaat. Ja. En weet je, vind ik wel leuk. Dat een kwaliteit is. Weet je, dat je beter speelt met dat gevoel publiek. Heb ik. Hey, en Mathieu van der Poel werd wielrenner van het jaar. Ja. Dan zeggen wij altijd halleluja, Mathieu van der Poel, koninkrijkse admiraal. Maar is het wel helemaal terecht als je het afzet tegen het feit dat Harry Lafrijse 3 keer wereldkampioen is geworden op de baan? Ja, dat vind ik ook. Jij bent ook een chef appels met peren vergelijken. Nee, het is toch wielrennen? Ja, okay, hij zit in dezelfde categorie. Ja, maar even voor alle duidelijkheid. Mathieu van der Poel heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Nog even door over Mathieu van der Poel. Zondag, daar moet je echt even de wekker voor zetten. Dus om 3 uur middags namelijk, want anders lig je te tukken. Dat is de Citadelcross in Namen. Ja. Het is in Namen. Ik ben er wel eens geweest in Wallonië. Daar heb je zo'n soort van burcht, een citadel, weet je wel. En dat is de mooiste cross van de agenda. Dat is een hele, hele, hele beestachtig zware cross. Vooral met dit weer, weet je wel, een beetje sombig. Er wordt ook wat regen voorspeld, ook altijd lekker, hè. Ja. Mathieu doet mee, Wout van Aert doet mee, Eli Isebi doet mee. Al die andere tenoren van het veldrijden. Dat wordt echt, is echt een ding. Is dat. Maar het is ook weer gek daar, want daar staan normaal ook altijd honderden, zeg duizenden Belgen langs de kant. Ja. Die om 1 uur of 10 al een biertje of 20 in de mik hebben. Absoluut. En dan alleen nog een taal spreken die alleen steden nog kunnen verstaan. En dat is nu toch qua sfeer heel anders natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Goh, maar zou ik daar weer zin in hebben? Lekker naar de cross toe en dan de hele dag bier drinken en dan zo'n bikkieburger. Ah, heerlijk. Belgische kan het niet, man. Een bikkieburger bij de cross. Heerlijk. Ja, dat verlang je naar. Maar goed, dit is wel iets om naar uit te kijken. Ja, dat is een schitterende cross. Het WK darts. Ja, lekker. Ja, okay. Michael van Gerwen is er ook, na Remo van Barneveld, nu toch onze grootste held in de darts. Hij was openhartig, hè? Van Gerwen, heb je het gezien? Zo, interview bij de NOS, hij zei, is de diepste dip ooit. Ja, hoe kan dat? Ja, bij Van Gerwen heb ik ook het gevoel dat hij een enorme tik heeft gehad van die corona-crisis. Ja, dat denk ik ook, ja. En een kindje erbij, weet je wel, toch even iets anders in je hoofd, iets minder scherp. Maar hij lijkt er wel weer een beetje bovenuit te komen, maar Peter Wright, geducht concurrent. Dat heb ik echt een pestekel aan, ja, Peter met Wright. De Ik heb die Peter Wright, jongen, die kan ik wel een dakpijl in zijn kale hoofd gooien, weet je dat? Ook, met die kwam dus nu op. Dat opgeschoren op met dat haar. Ja, met die haar snakebuik. Maar hij kwam nu op als de cringe. He, de kersthaal. Als de cringe, ja. Maar er was niemand in die zaal. Nee, dan kom je op met de cringe en dan sta je zo. Ja, dat is alsof je carnaval in je eentje viert. Weet je wel, dat kan niet. Dat is het Coat and the Bee, de eenzame vandaal. En weekend Twente nog? Twente moet uit naar VVV. Maar die zijn nu al in paniek. VVV denk ik, ja. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik, daar komen ze. Zou zomaar 0-6 kunnen worden. Ja. Nou ja, het is je van harte gegund. Heb ik ook niet echt, maar omdat kerst is. Ja, heb ik ook een keer wat voor zeggen. Ja, heb je ook een keer wat.